Hallo, welkom bij Handdoekenmagie. Vandaag gaan we een hele leuke zwaan maken. Het is vrij makkelijk en daar heb je eigenlijk voor nodig een gewone handdoek en een gastendoekje. Met een gastendoekje maak je de mooie vleugels en de handdoek maken we het lichaampje. Je moet het eigenlijk zo zien, het lichaam is ook gelijk de basis voor heel veel andere beestjes. En dat kunt u zien op onze hijf. Dat staat erbij vermeld. Bij deze ga ik nu beginnen om de zwaan lichaam te maken. Ik doe de handdoek onder mijn kin en dan ga ik vanaf de twee puntjes ga ik rollen. Dat zal ik u laten zien. Ik kan daar niet veel bij praten, dus... Dit is de lichaam. Het is eigenlijk een soort rol geworden. Ik zal het hier neerleggen. Eigenlijk is het de bedoeling om dan het puntje te gaan rollen naar binnen. Vanwege tot de nek dan heel gemakkelijk kan buigen. En natuurlijk ook een beetje plat maken. Dan trek je de nek uit. En dan douw ik nog even een keer zo. Dan begin ik hier weer met het puntje, maar dan de andere kant op te draaien. Zo. Kijk, en dan krijgen we vanzelf de nek. Nu gaan we natuurlijk de vleugels maken. Dat is eigenlijk ook vrij makkelijk. Het is eigenlijk, je moet een soort trapgewijs gaan stapelen. Dus ik pak hier de twee puntjes. Haal ik een stukje terug. En hier weer een stukje. En dan even een beetje plat maken. Dan kun je het makkelijk pakken. Dan beginnen we hier bij het begin. Hier pak u het beet. Draai hem om. Leg het achter bij de nek van de zwaan. En dan kan je hem eigenlijk zo een beetje uitzetten. Nou kun je natuurlijk ook oogjes erop doen, maar dat kunt u gewoon van klein stukjes papier doen. Die kan je er gewoon hier opleggen en u zal zien dat de zwaan ook niet met pinnetjes vast is gemaakt. En dat doen we bij geen alle van ons beesten, want als u dan wil gaan douchen, dan kunt u ook makkelijk die handdoekjes pakken. En dan heb je niet kans dat je eventueel een naaldje of zo in je lichaam krijgt. Dus we maken onze beestjes gewoon lekker los zo, zonder pinnetjes. En eventueel twee stukjes papier voor de ogen. Nou zult u zien bij de andere beestjes dat ik daar wel bepaalde filsjes gebruik voor onder de stoel, voor het wegglijden. Maar het is eigenlijk de bedoeling om dat niet te doen. Dus gewoon normaal, origineel vouwen. En hier is uw zwaan.